Het sportieve geluid van de Haagse regio, Sportsignaal Radio. Mario Buik, voorzitter van DKC. Wat, hoe is je eigen carrière verlopen? Badmintoncarrière. Ik heb tot mijn spijt geen enkele badmintoncarrière. Ik kan wel een shuttle rijden. Hoe kan dat nou? Ja, dat komt omdat ik pas veel later met badminton in aanraking ben gekomen. Ik heb zelf nooit gespeeld. Ik zag het badmintonnen pas toen mijn zoon ging spelen. Er was een heel druk mannetje. En dat is hij af en toe nog. Je zoon toch? Ja, mijn zoon. Ja, ik niet. Nee, mijn alle zoons toch bijna? Alle zoons, ja precies. Dus wij vinden dat ook heel gewoon. Maar hij bewoog er ook zoveel bij. En toen heeft mijn vrouw gezegd van, laat hem nou eens badmintonnen. Want daar moet je veel voor doen, daar moet je veel lopen. Daar moet je snel zijn. En daar kan die. En zo is het gekomen. Hij bleek dat leuk te vinden. Hij bleek dat aardig te doen. En ik vond het ook leuk. Ik vond het bij de vereniging leuk. Voordat je het weet zit je in de jeugdcommissie. En een jaar later zat ik in het bestuur. En nu, 5 jaar later, ben ik voorzitter van deze prachtige vereniging geworden. Maar nog even terug naar uw eigen carrière. Welke sport beoefende u zelf als jongetje? Ik wilde als jongetje altijd heel graag voetballen, net als alle andere jongetjes. Maar dat kon bij ons in het dorp niet. En het werd uiteindelijk korfbal. En dat vond ik ook erg leuk om te doen. Dat heb ik heel erg lang gedaan. Naast korfbal heb ik veel getennist. En dat doe ik af en toe nog. En daarna ben ik wat gaan basketballen naast de tennissen. En daar is het wel bij gebleven. Dus je ouders waren wel tevreden dat je aan sport deed? Ja, die hebben dat altijd gestimuleerd. En ik denk dat heel goed is. Ik heb van mijn ouders geleerd dat sporten buitengewoon goed is. Dat het goed is om lid te zijn van een vereniging. En dat ben ik altijd geweest. En het is altijd leuk om met elkaar te sporten. Kees Ekelmans, oud-voorzitter van Kwik. En daar wordt gevoetbald en cricket gespeeld. En Kees Ekelmans zei, voorzitter zijn, Kees, is hartstikke makkelijk. Als je goed kan delegeren, je hebt goede mensen, hoef je maar weinig te doen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik moet het nog een beetje leren. Dat komt omdat ik nog niet zo lang voorzitter ben. Dus dat betekent dat ik nog wat fouten ga maken. Dat ik dingen zelf wil doen. Dat betekent ook dat ik wil leren controle los te laten. En ik heb het geluk dat wij een hele actieve vereniging hebben met ontzettend veel vrijwilligers die graag wat willen doen. En dat is eigenlijk een zegen. Want we hoeven niet te leuren en te zoeken naar vrijwilligers. Mensen altijd bereid wat te doen. Dat is inderdaad een zegen, want kader en vrijwilligers is altijd niet altijd een groot goed bij elke club. Je zit trouwens lekker met je een biertje even tussendoor. Mag je bier drinken in de zaal waar gesport wordt? Nou, in de hoek van de zaal en op dit soort evenementen mag dat. Er zijn ook kinderen, lopen hier ook rond. Geen goed voorbeeld. Die krijgen niks. Die kinderen krijgen het voorbeeld van goed badminton, dat is beter. Oké, okay, even kort aan het badminton kijken. We zitten nu, we hebben 4 wedstrijden gespeeld. DKC staat maar 3-1 achteren. Dat was niet helemaal de bedoeling. Nee, dat was niet verwacht. Volgens mij is 3-2. Ja, goed, net, dat zou niet net gebeurd dan. Net u praat en u let op. Ja, ik let erop. Nee, maar het is altijd spannend. Almere en DKC, het ligt heel erg dicht bij elkaar. De kwaliteiten van beide verenigingen zijn echt heel goed. En ja, dat zal heel spannend, het zal heel spannend blijven. Ook over 2 weken, als we naar Almere toe moeten. Kom Mario, we gaan lopen weer gewoon heen. We lopen, dit is een wat andere rubriek, andere sporten dan we hebben. Maar het is ook wel hartstikke leuk, live. Even kijken naar de speelsters. Nou, spannende dameswedstrijd. En we hebben hier een hele dubbel. En dan zien we die ijzersterke Adam Hall. Dat is wel een beest hoor, die Hall. Ja, hij Almere. Is een Engelsman. Een Schot hoor ik. Een Schot? Ja. Weet je meer dan ik. Ik weet het in ieder geval. Maar Carl Jouw weet het heel goed. Ja, maar Mark hoort het ook te weten. Mark is beste Nederlandse speler. Natuurlijk een DKC'er. En Mark weet daar uiteraard alles in. Begeleid als hij de kans krijgt. Begeleidt hij ook... de spelers van team 1. Ja, Mark woont in Arnhem. Traint op Papendal en daar kent iedereen. Dat is ook wel een beetje het badmintonwereldje. Iedereen kent iedereen. En ja, ik ken de spelers natuurlijk lang niet allemaal. Vandaar. Maakt ook helemaal niet zoveel uit. U bent voorzitter en u moet zorgen dat de club een beetje goed geleid wordt. Wat voor club is Des Kortena combinatie? Ja, dat is een... Wist je toch wel, hè? Ja, dat wist ik wel. De club bestaat bijna 50 jaar. Het is in 1969 opgericht, is een combinatie dus van Des en van de Kortenaar. Wat voor club is het? Het is een
Het is een club die bestaat uit vrienden en familie. Het bijzondere van deze club is, het is topsport en het is topsport met plezier. Je kunt bij DKC kun je badmintonnen op recreatief niveau voor de lol. En je kunt het op topniveau doen en dat is ook voor de lol. Omdat, omdat wij als vereniging, maar ik als voorzitter ook wel heel belangrijk vind dat sport moet en kan niet zonder plezier. Is badminton een dure sport, als je dat wil gaan doen? Dat hangt een beetje van het niveau waarop je het wil. Nederlandse vraag, hè? Ja, ik heb laatst de rekening van mijn zoon moeten betalen. En dat was ruim 400 euro. En dat mag niet... je wel een paar keer de auto verwassen dan? Ja, daar heeft hij niet zo heel veel tijd voor. En daar liggen zijn kwaliteiten niet, dus dat laat ik gewoon in de wasstraat doen. Het is geen goedkoop sport. Dat komt omdat de materialen duur zijn, omdat shuttles duur zijn. Het zijn veren shuttles, die kosten geld, kosten veel geld. Koker shuttles, daar zitten er 10 in, kost ongeveer 20 euro. En het is een binnensport. Dat betekent dat de zaal gehuurd moet worden en de zaalhuur is hoog. De huur is echt hoog en je hebt wel gauw een dagje nodig voor een wedstrijd. En dan ben je al gauw 500 euro kwijt, alleen aan de huur. Jullie hebben een eerste team, speelt het hoogste niveau, kampioen van Nederland geweest. Ze hebben weer de playoffs, halve finale playoffs van het Nederlands kampioenschap gehaald. En de spelers nu tegen Almere. Hoeveel kost zo'n eerste team? Dat is een moeilijke vraag, dat weet ik niet zo goed. Kom maar erbij. Er is een bondsbijdrage, het zijn shuttles, er is uiteraard sponsoring, want zonder sponsoring kunnen we niet. En volgens mij hebben we... Spelers krijgen ook nog een redelijke onkostenvergoeding? Ja, dat verschilt een beetje. Ik vind het goed dat er een vergoeding is, maar zie het niet meer dan een vergoeding, want het is een dure sport en veel meer kunnen we ook niet betalen. En het is ook bij onze vereniging zo dat de meeste mensen het leuk vinden om hier te spelen. De meeste mensen zijn hier lid, sinds ze kind zijn. En hebben een DKC-hart. Als je een DKC-hart hebt, ga je niet zo gaan weg. Dus het is ook mooi om hier te spelen. En dat is belangrijker dan geld. Dus wat het eerste team kost, ik weet het niet precies. Tussen de 10.000 en de 15.000 euro. En daar zitten dan in de spelerskosten, er zitten de trainingskosten in, er zit de halhuur in en er zit de vergoeding voor de spelers in. En we zijn erg blij met onze sponsoren, want zonder hen kan het niet. Je kunt dat niet opbrengen. Nu, sponsoren zijn erg belangrijk. Nu is badminton, komt niet al te vaak op televisie, ook niet voor de radio. Wat voor sponsors haal je dan binnen? Nou, wij hebben sponsors uit de sportwereld. Maar we hebben ook sponsoren van mensen die een bedrijf hebben, die het een hele mooie sport vinden. Die zien wat een technische sport het is, wat een... familiesport het is. We hebben bijvoorbeeld de financeurs als groot sponsor. En dat zijn mensen die een financieel adviesbureau runnen en die het een prachtige sport vinden. En dat, ja, wij kunnen niet zonder die sponsoren. Maar het zijn ook kleine sponsoren met een adviesbureau, met een fysiotherapeutpraktijk. Het zijn mensen met een sportpraktijk. Dat is wel handig bij blessurebehandeling, hè, lijkt mij. Dat is buitengewoon belangrijk. Dat is echt niet onderschat, hè? Zeker niet, want het is een fysiek een hele zware sport. Het is een redelijk blessuregevoelige sport. Het is een ontzettend snelle sport. Dus je begrijpt dat een enkelbandje of een knieband, dat wil nu wel eens kapot gaan. Maar vergeet niet, het is een hele intensieve sport waar heel veel voor getraind moet worden. Dus die spelers zijn ook wel heel erg sterk. Spelen al vaak al van, zeker de technisch begaafde spelers, vanaf klein kind. En weet echt wel hoe ze moeten lopen, weet echt wat ze moeten doen. Trainingen zijn heel specifiek en daarmee is ook de ondersteuning heel specifiek. Dus ook de fysiotherapeutische ondersteuning. Daar letten we ontzettend veel op. Team 1 heeft in de begeleiding en de staf ook een fysiotherapeut zitten. Bernd Desauvagie heeft zijn eigen fysiotherapiepraktijk. En hij weet ontzettend goed wat er met spelers moet gebeuren. En als er ook maar iets is, dan lopen ze naar hem toe en dan worden ze verzorgd. En dat is niet alleen hier. Maar dat is ook in de nationale selectie zo. Daar wordt ontzettend goed op de spelers gelet. Mario, heb jij even een beetje de tussenstand bijgehouden? We zitten hier een beetje ver af. Ja, de stand is nog steeds 2-3 op de baan staan. Nu Alyssa Tirto Centono, onze jongste speelster in team 1.
tegen Madouk Linders. Madouk speelt bij Almere. Zij staan nog in de baan. Alissa heeft de eerste game gewonnen. Alissa heeft de eerste game gewonnen. Alissa heeft de eerste game gewonnen. Op de andere baan worden de mixen gespeeld. Tussen Thomas Weijers en Daisy Bommelijn. Patrick Codebux en de andere naam is mij ontschoten van die dame. En daar kan ik de stand niet van zien. Maakt ook niet zoveel uit. We gaan straks even bekijken na het interview. Laten we dus starten met de rubriek andere sporten. We gaan het even met jou over de jeugd hebben. Hoe komt de jeugd hierheen? Hoe passen jullie de jeugd in? Ja, de jeugd is een groot deel van onze vereniging. Uiteraard is de jeugd belangrijk. Het is natuurlijk een cliché. De jeugd heeft de toekomst. Maar hier is dat heel belangrijk. En we hebben veel aandacht voor de jeugd. We hebben een ontzettend goede jeugdcommissie. Dat hebben we eigenlijk al sinds jaren. Heel actieve jeugdcommissie. De jeugd moet het natuurlijk leuk hebben. En als de jeugd het niet leuk heeft, dan komen ze natuurlijk niet. De jeugd wordt gehaald bij scholen. Daar hebben we ook een jeugdsportcoördinator voor. De jeugdsportcoördinator is een professional die alles van sporten weet. En die van ons weet toevallig alles van badminton en heel veel van andere sporten. En die gaat op de scholen en die gaat clinics geven. Die begeleidt de jeugdcommissie. Die zorgt ook dat de jeugd een plekje krijgt binnen de trainingen. En de jeugdcommissie organiseert allerlei activiteiten. Maar ze is ook verantwoordelijk voor de technische invulling van de jeugd. En de jeugdcommissie kijkt ook naar de talenten binnen de jeugd. Zorgt dat de talenten binnen de jeugd behouden worden. En zorgt dat er goede trainers zijn. Een aantal jaren geleden zijn we gestart echt wel een offensief. Echt geïnvesteerd in de jeugd. We hebben de Louis van Gaal onder de badmintontrainers hebben we hier gekregen. Oh, wie is dat? En dan kan ik natuurlijk even niet zo goed op zijn naam komen. Roy Calbo. Sowieso. Roy kwam elke zaterdag bij ons en ik begreep het nooit zo goed, want Roy liet die kindertjes helemaal niet lopen en de kinderen kwamen helemaal niet bezweet van de baan af. Ik snapte er niks van. Totdat Roy mij uitlegde en hij zei, er is op deze leeftijd maar één ding belangrijk en dat is leren hoe je een racket vasthoudt, hoe je een shuttle moet slaan. Dat is techniek. Die techniek moet in je ruggenmerg gaan zitten. Dat leer je niet als je boven de 15 bent. Dat moet je op hele jonge leeftijd leren. Leren hardlopen en leren techniek, dat kan je doen als je 80 bent. Natuurlijk is dat bij badminton ongelooflijk belangrijk, maar dat kan later. En de techniek is het allerbelangrijkste. Spelvreugde voor kinderen is ook zeker belangrijk. Zonder spelvreugde kan het niet. Als het niet leuk is, hou je ermee op. Dat geldt niet alleen voor de sport, dat geldt ook voor je werk. Dus we zorgen ervoor dat het leuk is, dat de kinderen het leuk hebben. Dat er leuke spelvormen zijn, dat er competitieelementen in de trainingen zitten. Dat er uitdagende dingen met de kinderen gedaan worden. En dat er ontspannen wordt, dat er feestjes zijn, dat er uitgegaan wordt met elkaar. Dat er een jeugdkamp georganiseerd wordt. Nou, dat is natuurlijk alleen maar lol. En het mooie is dat er heel veel mensen in onze club zich daarmee bezig willen houden. Dat ouders dat ook leuk vinden. We proberen de ouders er ook bij te betrekken. Zonder ouders geen jeugd. En we doen daar veel voor om zoveel mogelijk de communicatie op orde te hebben. Het valt niet altijd mee. Want er gebeurt veel en er verandert ook veel. Soms dan veranderen trainingstijden. En dan moeten we dat weer communiceren. Het moet bijgehouden worden op de website en op Facebook. Er moet iemand zijn die dat organiseert. En over het algemeen gaat dat heel erg goed. En als het een keer niet goed gaat, dan wordt er even gemopperd en dan gaan we weer door. Mario, even de tussenstand. We hebben een dubbel, gemengd dubbel. En we hebben nog steeds het vrouwenenkel. Laten we beginnen met vrouwenenkel. Ja, vrouwenenkel is nu in de derde game. En het gaat aardig gelijk op. Maakt het heel spannend. De stand is 2-3. We staan achter. Dus als Alissa wint van Madouk, dan komen we op een gelijkspel. Komen we op gelijke hoogte. Er is ook al een mix gaande. En daarvan hebben we de eerste game gewonnen. Dus dat wordt heel mooi. Dan hopen we dat de stand gelijk kunnen trekken. En dan kan het nog heel spannend worden. Heel spannend worden. We gaan beginnen met het laatste blokje andere sporten. Even een kritisch vraagje. Ik hoorde van Dennis, jullie hebben een fan publiek, een luid publiek. Maar ik hoor eigenlijk alleen maar de toeschouwers, de supporters van Almere. Nou, ik denk dat je dat niet helemaal goed hoort. Dit zou ik ook zeggen als voorzitter. Dit zijn onze mensen. Bij dit lawaaimakende publiek wel belangrijk is dat ze op het moment dat er geserveerd wordt, dat er heel geconcentreerd gespeeld moet worden, dan zijn ze even stil. Dat is ook respect, want het leidt ook ongelooflijk af. Dus
het publiek heeft veel respect voor de spelers. Ik mis een beetje de trommels, wie Almere wel heeft. Nou ja, ik denk dat onze trommels een beetje tot rust gekomen zijn. Ik zag er zes. Zes kinderen op trommels slaan. Ik zag er ook eentje heel hard slaan. Zo hard dat hij door het vel heen ging. Dus die trommel is stuk. We hadden het net over sponsors. Hebben jullie nog een bepaalde samenwerking met de gemeente? Ja, zeker. We hebben veel samenwerking met Den Haag Sport. En die zijn ons goed gezind. Als we vragen hebben, kunnen we altijd bij ze terecht. Ze steunen ons. We worden uitgenodigd op evenementen. Ze kennen ons goed. We doen natuurlijk veel in Den Haag. En ook de gemeente weet dat heel goed. Levert dat nog wel eens wat op? Pecunia, geld dus. Ja, als topsportvereniging kunnen we in Den Haag ook aanspraak maken op subsidie. En dan doen we een subsidieaanvraag, dienen we in. Moeten we begroting bij doen en dan wordt dat beoordeeld. En dan krijgen wij een deel van het geheel. En dat is altijd heel bijzonder, daar zijn we ze natuurlijk heel dankbaar voor. Ik wil even weer kort een zijstapje maken aan de jeugd. We hebben natuurlijk in het vorige blokje over gehad. Kun jij zeggen dat DKC de grootste talenten van alle clubs uit de regio verzamelt? Ja, dat is natuurlijk een heel moeilijk te beantwoorden vraag. Daarom stel ik hem ook. Ja, dat begrijp ik. Wij proberen daar wel op te sturen. Wij zijn wel van mening dat toppers uit onze eigen vereniging kunnen komen. En dat je die toppers bij de jeugd ook moet behouden. Dat doen we ook om door de beste trainers binnen te halen en ze te behouden. Als je op dit moment ziet dat Robert de Keijzer trainer van team 1 is, maar ook hoofdtrainer is van de jeugd. Robert is niet de eerste de beste. Robert is ook nog talentcoach bij de nationale selectie. Daar traint hij op dit moment de groep onder 17. Dus dat zijn jongeren van 15 tot 17 jaar. En vergeet niet dat Thomas Weijers, die nu op de baan staat om zijn mix te spelen, ook een hele goede trainer is. Ook bij ons een talentengroep onder zijn hoede heeft. En ook Thomas is sinds kort talentcoach bij de nationale selectie. Heeft de groep onder 15 onder zijn hoede. Daarnaast hebben we aardig wat andere trainers die een goede opleiding hebben. Dennis van Dalen de Jel, oud-speler. Is ook trainer van team 1. Traint ook jeugdleden. Dus we zitten goed in onze trainers. We zitten goed in het oog op de talenten. En we hebben natuurlijk Velo in Wateringen. Een grote concurrent voor het binnenhalen van talenten? Absoluut, absoluut. Talenten hebben dus de keuze uit twee topclubs in de buurt. En ook bij Velo letten ze goed op de talenten. En het is in het verleden altijd wel zo geweest dat Velo iets meer geld had dan DXC. En dan kon er meer betaald worden door Velo. En gingen onze talenten, die wij opgeleid hadden, zo voelt dat, die gingen dan ook naar Velo. Omdat daar wat verdiend kon worden. Dat is nu toch anders. Dan heb ik eigenlijk nog een laatste vraag, want de tijd roept, want we gaan vandaag aan het basketbal. Doe het ook nog even tussendoor van de meergibbe, de badmintonmiddag van Sportia. Hoe is de toekomst voor DKC? Nou, ik denk dat het ziet er goed uit. Maar we moeten opletten. We moeten opletten dat we de jeugd behouden, dat we aandacht houden voor de jeugd. Dat we ook de recreanten binnenhalen. En dat we gaan kijken of we naar één locatie kunnen gaan. We zitten nu, speelt de jeugd in het Hoogveld. Volwassenen spelen in het Zandje. En eigenlijk willen we daar, doen we er alles aan om daar één locatie van te maken. En dat is buitengewoon belangrijk voor de toekomst van DXC. Om de hele boel bij elkaar te houden. En om topsport met plezier te kunnen blijven bedrijven. Want dat is toch wel het belangrijkste binnen onze club. Topsport met plezier. Het sportieve geluid van de Haagse regio. Sportsignaal Radio.